De toeristische faciliteiten van Joden Savanna in het district Para worden aangepakt. Gisteren vond de oplevering plaats van de eerste renovaties die zijn gefinancierd door Rosebel Community Fund Newmont, IDB en de Staatsoliemaatschappij Suriname. Journalist Rosita Leeflang was ter plekke en brengt u het verslag. Op de treden van de Beraha Vijalom synagoge de Joden Savanna. Vandaag vindt namelijk de eerste oplevering plaats van de renovatie van Joden Savanna om het weer toegankelijk te maken voor toeristen. We zijn in het district Para en van deze oplevering brengen wij u vandaag het verslag. Voor het begrote bedrag van $75.000 zijn alvast het looppad naar de medicinale waterbron, de bestaande sanitaire ruimtes, de Beraha Vijalom synagoge, het bezoekerskamp en de steiger aan de voorkant van de synagoge aangepakt. Voorzitter van de Stichting Joden Savanna, Harold Seilbing, zegt dat het bestuur erg ingenomen is met de eerste oplevering van de renovaties. We hebben een project de afgelopen maanden uitgevoerd dat er samen zo'n $75.000 was begroot. En hier hebben verschillende fondsen. U heeft gezien Rosebel, I Am Gold Community Fund, Newmont, NV Newmont. We hebben ook IDB en Staatsolie natuurlijk. Die hebben allemaal bijgedragen om te helpen om deze prachtige site om dat voor bezoekers aantrekkelijker te maken. En wat was de status? Nou, eigenlijk, we hadden heel veel al, maar heel veel was verwaarloosd. En wanneer je niet in staat bent om continu te onderhouden, want dat is het probleem. Je stelt uit en je weet dat je bepaalde dingen moet blijven onderhouden. Maar ook door COVID zijn sommige zaken zo lang uitgesteld geweest dat ze niet meer aan te zien waren. De renovaties zijn ook in het kader van het proces van plaatsing van Joden Savanna op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In juli 2023 moet bekend zijn of Joden Savanna zal worden opgenomen op deze Werelderfgoedlijst. Secretaris Stephen Fauquet zegt dat inmiddels de evaluatiemissie van de ICOMOS, de International Council on Monuments and Sites, een bezoek heeft gebracht aan de erfgoedplaats. Waarbij een expert uit Venezuela, mevrouw Eugenia Maria Bacci, langs is geweest om te kijken, om na te gaan wat in het nominatiedossier is geschreven, werkelijk klopt, als het waar is. En ze heeft zich kunnen oriënteren, ze heeft een verslag gedaan aan de opdrachtgever ICOMOS. ICOMOS is een van de adviesorganen van het Werelderfgoedcentrum, die culturele nominaties beoordeelt. En uit die evaluatie zijn een aantal vragen tevoorschijn gekomen en die zijn ons opgestuurd en die hebben we beantwoord. Vervolgens hebben we een online meeting gehad met de ICOMOS World Heritage Panel. Daar waren er meer dan 10 experts bij elkaar en daar zijn er opnieuw een aantal vragen gesteld en die moesten we beantwoorden. En diezelfde vragen worden dus formeel opgestuurd. En met deze eerste oplevering van de renovatie hoopt de Stichting Joden Savanna dat vooral na de pandemie er veel meer bezoekers zullen komen. Zodat zij ook zelf beter in staat zijn om Joden Savanna te onderhouden. Dit was Rosita Leeflang samen met de cameraman Clint Ost vanuit Joden Savanna voor ATV.